Vandaag de laatste vlogdag van deze vlogweek. Het is vandaag zondag 24 augustus. Het is rond 11 uur, half 12 ongeveer, later dan normaal, maar ik heb natuurlijk een beetje uitgeslapen. Ik ga zo gezellig ontbijten met mijn gezinnetje. De broodjes die staan beneden al op tafel, ik ben het geroepen. Verder wordt het vandaag voor mij een heel rustig dagje, een beetje relaxen. Natuurlijk ook aan mijn site werken. Ik moet best wel veel producten nog op foto zetten. Ik kan jullie wel meteen even laten zien wat ik draag vandaag. Het is niet heel erg spannend of zo. Omdat ik gewoon lekker thuis rondloop, draag ik gewoon lekker slippers. Nou, niks spannends dus. Verder draag ik weer een jumpsuit, een zwarte, langlevende jumpsuit. Deze jumpsuit is trouwens van Esprit. Ik draag een brede riem, geen idee waar die van is. En ik heb een vestje aangetrokken, want het is niet echt heel warm. En dit vestje is van het merk Glamorous. Nou, de broodjes staan klaar, komen vers uit de oven. Altijd, we doen het eigenlijk altijd op zondag. En een vers sapje, dus ik ga nu lekker ontbijten. Het is nu inmiddels tegen 5:30. Wij gaan zo eten hier. Ik heb eigenlijk een hele duffe, luie middag gehad. Met vooral het een en ander aan de site gedaan. En na het eten ga ik nog even mijn beautykamer schoonmaken. De schoolvakanties zijn hier afgelopen, dus morgen moeten mijn kids weer allebei naar school. Zal best wel even wennen zijn met opstaan en zo. En vandaag eten we gekookte aardappels. Nou, de damp komt er vanaf. Gehaktballetjes met jus en lekker rode kool. Nou, ik ben nu op mijn kamer. En wat ik echt iedere week doe, ik haal hier alles van af en ook van die kast. En ik maak alles iedere week schoon en ik stof ook echt mijn lipsticks en zo, mijn flesjes, alles stof ik af wat hier op staat. Hier heb ik nou trouwens die Whitening Lightning of Color Your Smile of in ieder geval van Girard Cosmetics de lipglossjes neergezet. Ik vind ze echt heel mooi staan hier in het bakje. En dat is bijvoorbeeld hier in die hartjes, die doosjes en hier op het kastje. Echt alles haal ik eraf en alles stof ik af. Nou, deze kast heb ik als eerste helemaal leeg gemaakt. Ik ben hem nu weer aan het inruimen. En de rest van de spulletjes staat hier allemaal op het bureau. En dat ga ik nu afstoffen en dan zet ik het weer terug. Bij deze kast doe ik het altijd in twee helften. Dan haal ik eerst deze kant leeg en dat maak ik dan schoon. En daarna de flesjes parfum en die maak ik dan schoon. En dat komt ook omdat ik gewoon weinig ruimte heb om alles neer te zetten, zeg maar, als ik het eraf haal. Maar echt, ik doe echt alle doosjes, alle lipstickjes en alles wat hier zo op staat, zeg maar, wat stof hangt, dat maak ik echt allemaal apart met de hand schoon met een doekje. Het is nu zondagavond, zo rond de klok van 7:45. Ik heb net mijn laptop aangezet, mijn kamertje is weer helemaal schoon, ik heb ook gestofzuigd. Ik ga zo meteen nog aan mijn site werken en jullie weten misschien vast wel, tenminste als je me vaker volgt, dat ik vaak op, obsessies, maar in ieder geval in de goede zin obsessies heb voor bepaalde kleuren. En dat krijg ik nu, en misschien komt dat omdat het een beetje herfstig weer is. Deze, ik weet niet of de kleur heel goed overkomt, maar deze Michael Kors nagellak, ik heb hem net in mijn winkelmandje gedaan, daarbovenaan staat hij. Ik vind deze zo mooi en het is een beetje, het is het eigenlijk van kleur fuchsia, maar dan een beetje wat donkerder, echt zo'n herfstkleur. En ik kan wel een lipgloss laten zien, om te laten zien welke kleur ik bedoel, deze. Dit soort kleuren hebben ineens weer mijn aandacht. Vind ik, ik ben er helemaal weg van. Ik heb een paar dagen geleden een filmpje opgenomen met koraal en oranje make-up. Maar misschien vinden jullie het ook wel leuk als ik een filmpje maak met make-up producten in deze kleur. Nou, laat het me natuurlijk altijd weten onder in de comments, altijd leuk. Ik ga nu deze avond eerder een einde maken aan deze vlog. Mijn avond duurt sowieso niet zo heel erg lang meer. Ik ga zo meteen deze vlog editen en op tijd naar bedje, omdat morgen de wekker weer heel vroeg gaat. Ik hoop dat jullie de vlogweek heel erg leuk vonden. Ik heb het in ieder geval hartstikke leuk gehad. Ik moet wel zeggen dat het niet mijn ding zou zijn en dat gewoon, wat ik wel eens bij andere bloggers en vloggers zie, om dit echt iedere dag altijd te doen. Dat zou echt niks voor mij zijn. Mijn leven is ook niet zo spannend om dat iedere dag helemaal zo te filmen. Maar buiten dat vind ik het toch ook alweer, het is ook best wel een werk. En je moet soms echt denken, ik moet die camera meenemen. En als je dat gewoon iedere dag moet doen, zou gewoon niet mijn ding zijn. Toch hoop ik dat jullie genoten hebben. Dankjewel allemaal voor het kijken. Ik ga zeker nog een keer een vlogweek meer doen. Ik denk in december dat ik iedere week dan van een week lang, zeg maar, een vlog één keer per week ga doen. Verder wens ik jullie een hele fijne dag. Vind je dit een leuke vlog? Graag duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie sowieso over een paar dagen weer gewoon snel in de volgende beauty video. Doeg! I'll be okay.